Ja, hallo en welkom bij Boos, waar ik probeer boze mensen om boos te maken op een vredelievende manier. Waarschijnlijk ben ik ook de zoon van God. Hoi. Hey, en deze week is daar Petra. Zeg, Petra, jij bent boos, hè? Ja, nog steeds. Ja, ja, ja. Wat was eigenlijk jouw laatste dagboekpost? Ja, kut. Zo. Oké, let op. Deze week weer Petra, want dames en heren, Petra krijgt nog geld van de Gronings seksueel conservatieve huisbaas Wim Bulten. Want Wim Bulten, of de mensen van Wim Bulten, hebben de spullen van Petra kwijtgemaakt. Ja. Nou, denk je, nou, dat kan er opgelost worden. Maar nee, want er zat een dildo bij. En dan zegt Wim Bulten, aha, dildo's zijn echt gek en eng en goor en vreemd en dan kan ik niks meer doen. Oké, doei. Even, hoe voel je dat de vorige keer ging? Kut. Ja. Super vrouwenvriendelijk. Ja. Hij wil het in ieder geval oplossen. Ja. Dus dat is wel vooruitgang. En nog even voor de goede orde. Jij was boos, want? Want mijn oud-verhuurder had mijn spullen meegenomen uit mijn kamer. Uit de kamer waar ik gebruik van mocht maken. En nou, die spullen zijn dus van mij en die heeft hij. Dus de huisbaas, weggegooid, of hij heeft ze nog. De huisbaas heeft 931,25 euro aan spullen. Is weg. Ja. En zoals hij zelf zei, dat is even handig om te weten, dat is mijn verantwoordelijkheid, heeft hij gezegd. En hij nam je eigenlijk niet serieus, omdat daar dus een dildo bij zat. Ja, een vibrator. En dan ook nog, was jij nog één keer tussendoor geweest en toen hebben ze met z'n allen uitstaan lachen en gevraagd of je... Of ik nog geneukt had. Ja, dat is vrij seksistisch natuurlijk wat hij heeft gezegd en gedaan en hoe ze je behandeld hebben. En waarom zou je vrouw niet serieus nemen als een vibrator heeft? Ja. Daar heb je nog geneukt. Ja. Nou, kun je het gewoon even hebben. Ja, toch? Vraag ze aan mij. Heb jij nog geneukt? Nou, ik vind je nu een beetje raciaal. Dus, wat willen we nou eigenlijk? Spullen terug, excuses en... Nu kan je nog wat verzinnen gewoon. Taart. Oké, dat is goed. Dat was het al, hè? Ja, denk het wel. Oh! Yo. Hey, we zijn er weer, daar. Ja, dat kleine is de plek. Inbangetje. Nou hebben we, je had het al gezien natuurlijk, Fun Leon bij ons. Ben ik nu Fun Leon? Nee. Nou, ik ben nog steeds Kut Leon. Ja. We hebben weer oorkondes. Gisteren deed je het heel goed. Marije is hier heel erg goed in. Gewoon als je denkt, nu niet, dan wel. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Wil jij weer eerst? Is goed. Jij daarna. Ik als laatste, zodat ik de klap van niet ga. Hey jongens! We zijn er weer. Is Wim er? Wim is er niet, hè. Is, hoe heet die allemaal? Ilke er. Ilke? Die is er ook niet op dit moment. Oh, waar niet. Is die? Die komen zo weer terug als het goed is. Oh, oké. Okay. Nou, wacht even voor de deur. Dan wachten we hier eventjes toch in de zon. Oh ja, ik had nog een vraag. Die spullen die je op zaad gelegd, die wilde je toch verkopen? Ja. Waarom staat daar een vibrator bij? Nou, die lag dus zeg maar gewoon op mijn kamer en hij is dus ook op mijn kamer geweest. Dat is echt een soort privacy schending. Ook. Weet je, jij in je studententijd. Waar wij samen woonden. Ja. We gaan even Wim bellen. Anders gaat natuurlijk zijn collega hem bellen. Hey, ze staan hier voor de deur. Komt hij eigenlijk niet? Nee. Oh, ik heb een smsje. Wat dan? Ik ben onderweg. Oké. Dus dan... Ik stuur even wat terug. Ik heb nu is goed groent en job tot zorg. Hallo. Hoi. Hallo. Kom verder. Ja. Maar is Wim er al? Nee, Wim is er niet. Wacht even, Wim. Ja, ze mensen dat hij er zelf ja, is. Oh, hij komt er zo. Met Ilke, ja. Ilke, ja. Okay, ja, ik ja dat is Ilke. Oh, ben jij Ilke? Ben ik, ze zeiden dat je niet was. Nee, maar ik kom nu van afspraken. Oh, hallo dus, Ilke. Hallo. Hallo. Kom verder. Kom verder. Dank, zeg. We zijn hier omdat zij contact met jou heeft gehad over dat ze spullen op de, hoe heet de straat ook weer? Moestraat. Moestraat had staan. Ja. Ruim 900 euro aan spullen. Die mocht ze op een kamer stallen. Toen werd er verbouwd en toen zijn die spullen dus weggehaald. Dat waren haar spullen. Ja. Ja. En nu? Oké, let op. Nu gaat de grote onze machine van Ilke draaien. Opeens zegt hij, je spullen zijn gestolen bij de inbraak. Oké, doei. En er was inderdaad een inbraak, maar die was nadat de spullen van Petra al weg waren. Kijk maar, pik. Er is ingebroken in het pand. Dat was pas veel later. Dat was echt gewoon... Even zien, daar is wat van gestolen. Wanneer heb jij gemeld met je spullen? Ik had 2 december of zo. 2 december, dit is 23 december. Het is door de bouwvakkers, de mensen die voor de bouwvakkers aankwamen om leeg te trekken daar. Ja. Die hebben dat of weggenomen, het zal of in een stalling moeten staan of het is weggeflikkerd. Ja. Duidelijk dus dat die spullen niet gestolen kunnen zijn. Maar Ilke zegt dat de bouwvakkers de spullen niet hebben en dat ze dus gestolen moeten zijn. Zelfs mails van Petra die bewijzen van, joh, er is niks gestolen, man, worden door Ilke bepoept. Zo van, is niet waar. Hier kan je zien
afgelopen 2 december op jullie kantoor gestuurd. Nou ja, dan moeten ze nou een keer aangifte doen dat de spullen zijn gestolen. Ja, tegen jullie? Ja, of niet tegen ons. Ik denk wel dan, want het was jullie verantwoordelijkheid. Nou, Ulke wil ook nog even terugkomen op Vibogate. En verzint er een verhaal bij wat net zo nergens op slaat als de Holocaust ontkennen. Eerlijk, let op. Toen is ze hier vervolgens geweest, maar toen zei ze, dat zijn spullen van mij gestolen. Dat mijn spullen weg zijn vind ik niet zo erg, zei ze. Maar ze zei, wat veel erger is dat mijn dildo weg is. Nee. Nou, dus ik denk, nou, dus toen schoot ik in een laag. Maar dit is ook weer een heel ander verhaal dan gisteren werd verteld. Toen zei ze, ja, want ik was er zo aan gehecht. En toen dit kan je echt niet maken. Je loopt dingen te verzinnen waar ik bij sta. Is ze hier weer? Je loopt gewoon glashard te liegen. Dit kan je niet maken. Waar zijn mijn fucking spullen? Hoera! Tijd voor... nog meer onzin. Feestie! Opeens was er zogenaamd al een oplossing geweest voor het probleem. Ulke zou met Peter afgesproken hebben dat ze haar laatste maand huur niet hoefde te betalen als tegemoetkoming voor de verdwenen spullen of zoiets. Dan doen we het zo. Dan reken ik, start ik jou vandaag direct de borg terug. Van je kamer. Maar wat heeft dat met die spullen te maken dan? Dan start ik jou direct de borg terug. Dan heb jij niet die extra maand huur hoef je te betalen. En ik zei, dan is dat de coulance van ons richting jou. Ja. Om het probleem op te lossen dat jij die schade hebt van die 900. Ik zei, dan doen we zo'n beetje ieder de helft. Maar dat is dus weer een ander verhaal dan net zo die inbraak. Nee, je zit dus eigenlijk een beetje dingen te verzinnen. Oké, tot zover Ulkyboy, zin in Wim. En twitter mee op hashtag zin in Wim als je ook zin hebt in Wim. Zo. Wereldvreemde figuur. Ben je uitgelachen over de dildo? Ja. Ja? Ja. Maar hoe gaan we dit nou oplossen, Wim? Nou, we gaan het oplossen. Loop even met me mee. Nee, maar hoe gaan we het oplossen? Is het weer gedaan? Nee. Heb je dit niet gedaan of wel gedaan? Nee, niet gedaan. Jongens, wie is dit gedaan? Ik heb niet dat ding gedaan. Doe even normaal! Oh, even. Normaal doen. Nee. Dit is de tweede keer dat je... Ik ga mij niet in de tram rotten. Nee. Dat vind ik wel leuk. Nou, volgens mij, Wim. Blijf in de stappen. Hoe gaan we het oplossen, Wim? Eerst even jouw adres. Nee. Nou ja, dan lossen we niks op. Mijn adres? Voor wat? Jij hebt gisteren heb jij mijn hek vernield op mijn boerderij. Nee hoor. Ik ben op je zeker. Gisterochtend zijn jullie bij zijn huis geweest. Nou, heel eerlijk, wij zijn over het hek heen geklommen, vorige aflevering. En als we dat gesloopt hebben, dan was het per ongeluk. En betalen we dat gewoon netjes terug van het boze budget, want zo zijn we dat ook alweer. Maar weet, omdat NPO en YouTube een beetje lastig ligt, betekent dat wel dat we 6 jaar geen aflevering meer maken dan. Maar god, dat komt later wel. Nu terug naar Petra. Dit is aangifte procesverbaal. Is dat van welke datum? Welke datum? Niet van vandaag, hoor. Nee, 23 december. Nou, die heeft daar dus niks mee te maken. 23 december? Ja, dat heeft daar niks mee te maken, want haar zaak was op 2 december hier aangegeven. Snap je? Dus hier zit 3 weken tussen en dit heeft niks maar te maken met... Ik heb het al net uitgelegd. Waarschijnlijk zijn er 2 inbraken geweest. Ja. Of niet 2 inbraken geweest, maar ik heb jou net keurig netjes het verhaal uitgelegd... Ja. ...dat er op 2 december iets is gebeurd en op 23 december weer. Dat het ons ook allemaal heeft verbaasd. Wat er allemaal is gebeurd. Er is schijnbaar iemand die daar bij jullie in huis gejat heeft. Ook deze gereedschappen zijn allemaal weg. Hoeveel schade hebben wij wel niet? Weet ik niet. Nou, ja. Dat is wel een paar duizend euro. Nou, als er in een pand van mij gestolen wordt, ben ik niet verantwoordelijk. Gisteren zei je nog van wel. Ik ben niet verantwoordelijk. Op camera zei je gisteren bij mij, ik ben eindverantwoordelijk voor dit. Oké, nu wordt het eindelijk een klein beetje duidelijk. Volgens Wim en Ulke zijn er 2 inbraken geweest. Zij willen niet vergoeden wat door iemand anders is gestolen. Nou, dat kunnen we niet bewijzen, behalve dat het klinkt als een pikverhaal over een pik. En te zien aan de colere berg aan rechtszaken die al tegen Wim zijn aangespannen, gaan we er ook niet snel uitkomen. Nou, gelukkig heeft Ulke nog een compleet nieuw verhaal verzonnen over de dildo. En dat wil hij heel graag toch nog even een keer vertellen. Luister. Wil je vooral van de dildo nog een keer horen? Want ik vind hem echt wel grappig. Ja. Ja, als je hem nog een keer wil horen, leg ik hem nog een keer uit. Want ik vond hem serieus grappig. Ja. Ik bedoel, er komt hier een meisje die zegt, ja, 2 laptops van me zijn gestolen. Dus ik zeg, nou, wat erg jongen dat je laptops weg zijn. Dat is echt niet leuk. En ik zeg dan, nou, die laptops is weg, niet wat veel erger is, maar een dildo is weg. Dus ja, daar schiet ik in de laag. Dat is dan niet vreemd. En dan zeg ik, oh, dus ik kom weer bij, zegt ze, ja, want hij lag zo lekker in de hand.
Ja, ik bedoel, dat is toch super grappig, dat maak ik dan niet iedere dag mee. Dit is ook gewoon een ander verhaal als daarnet. Ja, dit is wat anders dan wat je... Elke, je vertelt nu een ander verhaal dan net. Wim, we komen hier niet uit. Het maakt niet uit, we hebben nog oorkonden voor je. De heeuw is nog steeds irritant dat jullie in Groningen zitten, want dit is heel lang rijden. En Kutmarij had alleen dit soort 21 in de auto. En moesten we de hele tijd anesthesia luisteren. Wel toevallig dat die CD in hetzelfde jaar is uitgekomen als de laatste aflevering van De Leukste Thuis. En jullie sentiment over seksualiteit? Het is altijd wel heel raar dat je gewoon door hebt praten. Doeg, oorkonde. Hij is voor jou. Oh, we hebben nog een cadeautje. Oh ja. We hebben even meegenomen, zodat je er aan kan wennen. Nu heb je hem toch aangeraakt een keer. Hoe was het? Nou, volgens mij heeft iemand hem gebruikt. Nee. Twee jaar ze, maar verkopen zeker. Tot de volgende keer. Gaan jullie er komen? Als ik het gedaan heb, heb ik het opgeruimd. Nee, dat ging maar even met die andere maar even gedaan. Nee, ik heb het wel zo'n kanaal, denk ik toch? Maar dankjewel. Oké, wat vond jij? Kut. Dat hek, dat moeten we maar eventjes zien, hè? In het beeld. Als het echt gesloopt hebben, dan vergoeden we dat natuurlijk gewoon. Ja. Jij niet, wij wel. En dan is natuurlijk dat er eigenlijk van hun krijgen we drie verschillende verhalen. Namelijk 1, er was wel iets kwijt. 2, er is nooit iets kwijtgemaakt door hun fout. En 3, je gaat de prullenbak in, want vibrator. Ja. Dus met wie hebben we nou te maken? Een hufter. Dat zijn jouw woorden natuurlijk. Ja. Wij gaan het ondertussen eventjes uitzoeken. Ben je nog boos? Ja, nog wel. Oké. Wordt vervolgd dan. Lang verhaal kort, kortom. Wil je een leuk leven? Huur geen kamer, Wim Bulten. Wil je wel een leuk leven? Abonneer op ons kanaal. Ben je ook boos? Mail naar boos@bnnvara.nl en zet er even je telefoonnummer bij. Wie weet bel ik je wel. En vergeet